Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier bij Alles Games. Vandaag gaan we verder met ons avontuur hier in The Sims 3 Moordfeestdagen. Hier met Janet, Ratteketet en binnenkort gaat Janet met een sluit... Nee, dat klopt niet. Nee, oké. In ieder geval, in de vorige aflevering, als je die niet hebt gecheckt, moet je zeker eventjes even kijken. Trouwens, ik wil ook eventjes wat zeggen. Het is vandaag spookdag in de Sims. Oeh, wat is het eng. Oh, nee. Oh, ik word bijna Chantal. Ik deed even Chantal na. Huh? Maar in ieder geval, wat ik wilde zeggen, is dat... Jeff bijna jarig is. Ja, nou, inderdaad. Oké, het boeit me helemaal niks. Oké. Maar ik wilde zeggen, vandaag gaat... Oh, er komt een Nissan. Ik voel dat er een Nissan komt. Ik heb het nu nog steeds niet gezegd wat ik iets wilde zeggen. In een vorige aflevering heb ik jullie gevraagd van wie moeten wij daten. En jullie hebben massaal in de reacties achtergelaten wie we dan moeten gaan daten. Want we hebben zo zeg maar gekeken dan op de datingwebsite. En we gaan even kijken dan... met wie we gaan daten. Heel veel mensen zeiden die auberginevijf. Die Norma, maar toen zei iemand, ik ben half Italiaans, Norma betekent niet aubergine. In ieder geval, ook heel veel Mark, Nicoletta, er stonden zoveel namen. Dus wat ik zelf ga doen, ik heb heel veel namen gezien. Jullie moeten niet boos worden als ik jullie ding niet kies. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld Mark hebben gekozen. Dus ik ga zo even Mark bekijken. Ik weet helemaal niet meer hoe Mark eruit ziet. Klinkt heel stom. Ik ga even Mark bekijken. Weet je, alsof het een standbeeld is. Heel erg leuk. We gaan eventjes kijken. We kunnen ook lid worden van de boekenclub, girl. Van de boekenclub. En dan vinden we een boekenworm, girl. I love that. Of we kunnen ook een roman schrijven. Oh, zullen we dat doen? I love that. Yes. Oké, berichten bekijken. Misschien wel een bericht. Misschien hebben we een bericht. Want we hebben gisteravond... Want het is nu in de ochtend. Lekker donderdag. In de Sims. Hebben wij een profiel... aangemaakt op de dating site. En nu gaan we kijken of je net misschien chickies of boys hebt gescoord. Ik ben heel benieuwd. Ze zit gewoon in haar lekkere... in haar... Hoe heet zo'n ding ook weer? Ik wilde badmuts zeggen, maar dat is heel wat anders. Oh my god. Girl, we got a match. Girl, we got a match. Oké. We hebben hier een berichtje van Elwin. En Elwin zegt, alles kids. Ja, daar begin je ook echt een goed gesprek mee. Alles kids achter de rits. Oké. Ik vind je profiel heel leuk. Je bent de eerste persoon die ik hier een bericht stuur. Wees alsjeblieft aardig tegen mij. Punt. Elwin, girl, you have to try better. Brego, die zegt... Hey, best leuk je te leren kennen. Zullen we elkaar in het echt ontmoeten? Wat denk je? Oh, girl, die Brego die denkt van... I wanna make babies. I wanna woohoo. Die denkt, ik ga je gelijk ontmoeten. Wij duiken bed in. Nou, doe ze maar, girl. Doe ze maar. Hey, nee. Dat gaan we dus even niet doen, hè. Oké. Heel erg leuk, dames. Ik bedoel, heren. Maar wij gaan zelf kijken voor een leuke jongen of meisje. Oké. Profielen bekijken. Zo. Kijk eens aan. We gaan eens kijken wie er nu is. Hè. Misschien is er wel een nieuwert. Is Ralf nieuw? Nee, Ralf is niet nieuw. Volgens mij is er niemand nieuw. Heel veel mensen zijn ook consort. En jullie zijn Mark. Dit is Mark. Jullie zien Mark ook wel. Ik heb niet heel veel Ralf gezien of zo. Maar Nicoletta ook. Ik weet niet meer wie Nicoletta is. Dit is Nicoletta. Oh, Nicoletta is wel B, hè. Nicoletta is wel B. Ik heb een gevoel dat we... Oh, maar dan kunnen we geen baby maken. We hebben een man nodig, want we moeten blijkbaar. Want de eigenschap van Janet is dat we bijvoorbeeld drie dingen kunnen maken. Dat zeiden jullie. Dus we moeten, denk ik, kiezen uit Mark. We kunnen ook nog altijd gaan met iemand anders. Zoals Olivier met zijn mooie kale bassie. Dus we gaan nu voor Mark. Hij is slank. Hij houdt van computer. Hij is face-based. Flirt terug. Oh, dat is wel altijd goed. Hij is wel een lichte slaper. Dat is iets het mindere. We gaan een bericht sturen. Ik vind dat zo jammer dat we dat niet zelf kunnen typen. Dus, zie dit nu even voor me. Oké, jongens. Ik ga een berichtje naar Mark sturen als je net. Hoi, Mark. Wat leuk je hier te ontmoeten. Zou je met mij een keer willen afspreken? En dan kunnen we een sandwich eten. Kom gezellig langs, dan maak ik het alvast klaar. Groetjes en dikke kus en alvast een dikke knuffel, wink wink. Van je net red ik het tet. Je slet. Oh, burn. Oké, er is geen ene burn aan. Maar ik vond het leuk om burn te zeggen. Oké, helemaal super. Weet je wat wij gaan doen, jongens, op deze mooie ochtend? Jeff Kassat zit gewoon zijn huiswerk te maken, jongens. Hij zit zijn huiswerk te maken. Dit is echt wereldnieuws. Wat gaat... Computergame spelen op je laptop. Waarom ga je op...
Er staat hier een computer en dan ga je met je laptop ga je hier zitten. Jeannette, soms ben je echt een raar wijf. Ze gaat zelfs buiten zitten. Ze gaat zelfs gewoon buiten zitten. Dit snap ik dan weer niet, hè. Wij gaan een ontbijt opdienen. Voor mezelf. En voor die even gestart. We gaan wafels maken, joh. Jongens, we gaan wafels maken. En die gooien we dan niet tegen die muur. No, no. Wij gaan die eten met onze lekkere mond, hè. Ja, zeker weten, hoor. We gaan even kijken hoe het met Chardonnay is, hè. Chardonnay is nog lekker even aan het slapen. Zo te zien, Chardonnay denkt dan... Oh ja, nou, ik hou er wel van om even... Ja, even lekker te slapen. Dus we gaan lekker slaapje doen. Oké. Ik vind het leuk dat ze nog steeds in haar ochtendbadjas ding staat. Wow, is zijn huiswerk af? Er kwam opeens iets heel cools. Oh, hij is klaar met zijn huiswerk. Wat gaat hij doen? Restjes gebakken boterham met pindakaas. Nee. Nee. Weet je wat jij gaat doen, girl? Jij gaat even een shower pakken. Jij pakt de douche. En dan ga je lekker tanden poetsen na de wentelteven. Ik bedoel de wafels. Oh jongens, ik heb zoveel zin in een wafel nu, jongens. Want weet je waarom? Mijn glas is gewoon leeg. Ik heb geen drinken erin zitten, hè. En jullie weten, meestal als ik een filmpje opneem, dat ik met jullie hier gezellig klets en een beetje een spelletje speel, heb ik altijd wel wat te drinken vast. En dan kennen we altijd lekker proosten. Maar nee, ik heb geen drinken niet. Ik heb helemaal niks niet. Dus ja, jammer dan. Helemaal jammer. Oké. Hey, in ieder geval, de wenteltape, ik bedoel de wafels, ik zeg het weer, zitten lekker in de oven. Hij is lekker aan het douchen. Woe! Hij kan hier alvast zitten wachten op de wafels, vind ik. Oh nee, zijn ze verbrand? Nee, oh, de kwaliteit is normaal. Oh nee, de kwaliteit is smakelijk zelfs. Girl, you make it smakelijk. Wat de hel doet zij nou? Er staat hier gewoon zo'n ding in, hoor. Een klombord pakken, alsjeblieft. Kan zeker weer niet. Het zit zeker weer vast in zoiets. Maar die kut zet hem hierin. Oh nee, ze moet heel nodig naar de wc. Nou, meid. Ga maar lekker even naar de wc dan. Want anders doe je het dadelijk in je broek en wordt Boonhilde boos. We moeten Boonhilde nog uit haar kist halen. Oh my god, oké. Boonhilde wekken. We gaan niet meer naar de wc. Nee, we gaan toch eventjes Boonhilde wakker maken. Daarna gaan we een berichtje terugkijken van Mark. Ik hoop dat Mark al snel... Wat de hel gebeurde daar? Wat de hel deed zij? Is dat Boonhilde wakker maken? Dat is Boonhilde wakker maken. Oh my god, girl. Sorry dat ik het girl zeg. Het is een beetje een tikje van mij. Heel veel mensen vinden het vervelend. Maar kijk hoe ze eruit ziet. Sexy hoor, helemaal in een rood pakje hoor. Kijk nou zeg. Hartstikke leuk, meid. Heel erg leuk pakje hoor. Wat gaat zij? Chardonnay uit halen. Oh, wat lief. Kijk, nu we dat één hebben gedaan, zodat de Sims hun eigen dingen doen, doen ze heel veel leuke dingen in het huis. Super leuk. Oké, nou dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Maar, wat ik ook leuk om te horen vind, is kijken of we al een berichtje hebben, hè. Online daten. Berichten bekijken. Als er geen bericht is, dan gaan we hem opzoeken en we moorden hem gewoon. Oh, nee. Oké, nou. Stel hij heeft helemaal niks gestuurd. Wow, er staat hier opeens een paard in mijn beeld. Er staat serieus een paard in mijn scherm, jongens. Er staat een paard in mijn scherm. Ja, ja, ja. Wat? Wat de hel? Oké. Ten eerste, we hebben twee dingetjes hier van hun nog steeds. Nu komt Olivier hier opeens. Wat ik niet snap, want ik heb Olivier helemaal geen berichtje gestuurd, maar dat was Mark. Olivier, oh nee, je hebt me gevonden, Janet. Vertel het tegen niemand. Wacht, wat? Ik snap niet wat ze bedoelen. Ik snap niet wat ze bedoelen. I don't get it. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon nog een keer online daten. Profielen bekijken. Wow, stond er iemand aan de deur? Want ik hoorde kaart gebonken alsof Sinterklaas er was. Holy damn. That wasn't good, honey. It wasn't good. Oké. Ik heb hem een bericht gestuurd. En dat weet ik 100% zeker. En niet Olivier. Met je gekke Olivier. Oké, we gaan even kijken. Waarom zijn deze... Oh, dat zijn zwerfhonden. Oké, ik ga eventjes kijken. Maar Marky! Sorry, ik had even een gaapje. Oké. Oh, hier is Olivier. Oh, ze zijn zelfs... Oh, ze vinden elkaar niet leuk. Dat is iets minder, natuurlijk. Ja, we kennen elkaar. We kennen iedereen al. Dus dat is wel het grappige.
Oh, hier is Mark. Als Alvin. Maar die vinden elkaar allemaal niet leuk. Dat is iets minder. Niet heel veel mensen vinden jou net heel erg leuk. Dat is wel een beetje jammer, meid. Beetje jammer. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar het plein. Want er is nu ook een feestje. Genaamd. Ik weet geen eens hoe het heet. Maar. Dit is dus een leuk feestje. Met allemaal. Hoe heet het nou? Allemaal leuke dingen daar. Dus we gaan gewoon naar het feestje toe. Kunnen we ook lopen, maar nee. Nee. We gaan er gewoon zo heen. Serieus, ik hoorde dat hier een feestje is, maar er staat helemaal niemand. En er is helemaal niks. Dus ik snap het doel van het feestje niet echt. Al staan hier wel heel veel mensen. Lekker, nog steeds met een meteoriet. Oh my god. Wat de hel is er nu allemaal te doen? Daar hebben die trut die mij in de gevangenis heeft gedaan. De oudere sheer is nog steeds verbrand. Oh my god. Oké, maar waar is dat feestje dan? Wat hoor ik allemaal? Ik hoor allemaal coole dingen. Oh, ze is gewoon weer thuis. Oké. Maar in ieder geval. Want kijk, er staat hier ook dat we naar Spookdag kunnen gaan of zo. Ja, het staat er nu niet meer. Maar. Er is een Spookdag, maar ik weet niet waar Spookdag is. Nee, ik weet echt niet. Ik heb letterlijk geen idee. Nou, in ieder geval. Dan gaan we eventjes nog thuis hangen. Oh, dit is gewoon eens ons huis. We gaan even naar de overburen. Het huishouden Davidson. Klinkt het cool? Jeanette Davidson. Als ze gaan trouwen. Dat is hartstikke cool. Dat is super cool. We gaan gewoon even op bezoek als buren. Weet je, een lekker buurtbezoekje. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Ze zijn thuis. Dat klinkt niet goed. Horen jullie dat? Oh mijn god, er woont een weerwolf. Oh my hemel. Uitgenodigd om binnen te komen. Jill McGinnis. Wat een idioot. Ziet elkaar wel zitten. Nou, jouw stem zie ik niet zitten. Jen is te weten gekomen dat Jill rijk is. Oh, dat vind ik wel weer gezellig dan. Grapje. We zijn geen golddikker. Wat kunnen we even doen met Jill? We gaan even romantisch even flirten. Terwijl we elkaar helemaal niet mogen, maar ze weet wel dat hij rijk is. Oh! Nou, sorry, maar wij zijn ook heel erg rijk in de Sims. Dus, oh, hij is ook te flirten. Jongens, ik vind hem... Kijk hoe eng die kijkt. Ik vind hem niet leuk voor Jeanette. Jill vindt Jeanette een flirt. Weet je wat jou vindt? Een kloot viool met een hele lelijke kop. Yes, that's right. That's right. Bijzonder. Boekenworm. Ik vertel even over de boekenwinkel. Ik vertel gewoon even heel classy over de boekenwinkel. Wie woont hier? Elvin Stoke. Girl, you got a house. Die heeft ook een heel mooi, heel groot huis. Super cool. Wow, dit is echt een heel cool huis. Oh my god. Hier moeten we heen, maar hij is niet thuis. En dat is wel een beetje jammer. Elvin is op dit moment buiten de deur. Wie woont hier? Oh, hier wonen we zelf volgens mij ook een keer. Oh nee, nee, daar zijn we een keer langs geweest. En wat woont hier allemaal, jongens? Oh, dat is ook een huis van ons. Hier woont niemand. Oh, daar wonen we niet meer. Huishouden Morgan. Die zijn bij het zwembad. Ik wil eventjes naar een leuk huis. Dit is ook nog ons huis, toch? Oh nee, die hebben we ook verkocht. Nou, jongens, we zijn zo in zoveel huizen geweest, hè. Het is niet normaal. Ik ga eventjes wat leuks vertellen, jongens. Mevrouw Jeanette Redcatet is 5 dagen lang nog steeds blij dat ze geslaagd is. I don't get it. Ik snap dat echt niet. Ik vind dat zo gek, hè? Oké, we gaan blijkbaar een snel drankje maken. Zij denkt, we're getting wasted. We're getting wasted. Oké, ik vind het best. Het gaat niet zo goed met Jeanette Redcatet. Ik bedoel, Chardonnaytje, Redcatetje. Want hij heeft last van fitness. Of is Chardonnay een meisje? Heeft het tilballen? Of heeft het een eileider? Nou, Roy, doe even heel gang. Sorry, jongens. Ik neem wat echt terug. Dat is echt commentaar. Niet, niet voor jullie bestemd. Okay, dat was echt heel gek. Oké, dit kunnen we wel netjes neerzetten. Het heeft ook niet zoveel ruimte. Dus dat is wel mooi. Dus Chardonnay, ga maar even lekker je rug krabben. Waarom ga je in godsnaam je rug krabben met zo'n ding? Oh. Grapje. Hoe kan je in godsnaam je rug krabben? Kan dat? Oh, kijk nou, wat zielig. Dat is echt Waarom ligt hij op zijn bed? Slapen tot volledig uitgerust. Tot 12 uur, tot 10 uur 's avonds. Dit ben ik, serieus. Hier, het is 5:30 's avonds. Ja, dat ben ik die nog even slaapt. Nee, dat niet.
Wat de hel hangt hier? Er hangt hier serieus een plant. Er hangt serieus een plant in de lucht. Oh my god. Ze zal nooit vergeten hoeveel tijd en moeite het kost om over de hindernissen heen te komen. Nou girl, je wordt er wel gezond van. Dus ga maar lekker springen, Matt. Zo. Ze springt geen eens, ze loopt er gewoon doorheen. Mijn god. Ze is nog steeds een drankje aan het maken. Jeetje, ze is echt dronken. Zou de Sims dronken kunnen zijn? Dat lijkt me heel cool. Oh, wie is dit? Norma. Dit is Norma, girl. Dit is we found Norma. We have found the Norma. We're gonna talk with Norma. We're gonna shakabra that bitch. Mm-mm. Hallo, sorry hoor, maar hoe kan je nou in love zijn met iemand die je spullen kapot maakt? Dat is iets minder. Ik vind het wel een hele leuke keuken. Ik vind het echt heel schattig. Ja, ik meen het echt. Oké. Okay. Zijn we een beetje vrienden of niet? Oh, ze is zwanger. Nou, daar begint het al. Hartstikke leuk. Super. Oh, Norma vindt... Oh, je vindt ons een beetje vreemd? Weet je wat ik jou vind? Een lelijke kap! Enthousiast zijn over nieuw huis. Misschien vindt ze dat wel leuk. Oh, het boeit u niet. Wat een bitch. Ik ga haar gewoon... doden. Binnen een paar minuten. Echt waar. Ik geef even een compliment over haar huis. Norma vindt jou net saai. Oh, weet je wat saai is? Jouw kap, Janette. Norma. Jouw kap. Ik versprak me. Oh mijn god, ze vinden me echt heel saai. Nou, dan weet ik wat ik moet doen. Ik moet er gewoon keihard op het bek pakken. Nee, grapje. We gaan even... Make fall in love with next sim. Oh, wacht. Zijn hun nu samen? Oh, maar dat was niet de bedoeling. Oh, nee. Nee, dat was niet de bedoeling. Shit. Dump er. Dumpen die bitch. Oh, my. Make enemy next sim. Mijn grote god. Ik ga niet zoenen met zo'n oude tut die me niet mocht. Nu mag ik er niet meer, hoor. Stomme, lelijke rotwijf. Vraag om gewoon vrienden te zijn. Oeh. Oeh, dat is hard. Maar dat is wel even de waarheid. Norma, I do not like you. Mm-mm. Echt waar. Ze zit de hele tijd te kreunen in die kamer. Doe ze normaal. We kunnen beter vrienden zijn. Het maakt er niet heel veel uit. Oké. Okay. Meegevochten. We gaan blijkbaar gevechten. We gaan blijkbaar opeens vechten. Jongens, we hebben in één aflevering, in volgens mij nog één minuut tijd, hebben wij gezoend met Norma. En nu zitten we keihard te vechten. Welkom bij The Sims 4 met Roy. Oké. Okay. Nu Norma, nu is het tijd om dood te gaan. Ga eerst maar even twerken met je kont. Oh, dat kan niet meer, want ze wilt gaan koken. Maak haar maar even naakt. Dat iedereen ook natuurlijk zien. En nu gaan we even body stomp doen. Komt-ie. Jongens. Doei, Norma. Hoppa. Heel mooi springen we. We springen ook echt heel erg echt. Oké, okay, ik hoop dat je dood bent. Nou, ze is nog niet dood. Ik heb het wel heel erg... beetje in elkaar geslagen. Sla jezelf maar. Pok. Ben je nu dood? Ze is nog steeds niet dood. Ze kan niet dood. Nou jongens, dan moeten we het toch maar doen met throw around. We gaan haar gewoon in het rond gooien. Het werkt allemaal niet. Ze is volgens mij een duivel. Dus we moeten crack neck, want die werkt altijd. Yes, thank you. Crack the neck werkt altijd, jongens. Norma is over. Over. Helemaal top. Oké. Okay. Nou, ik vind het best... Oh mijn god. Janet lacht er ook gewoon uit. Dat is echt heel erg. Oké, okay, we gaan snel naar huis, want we hebben honger. We gaan avond eten. Ik vind het erg. Het is alweer bijna veel te laat. Oké. Okay. We hebben zelfs een... Oh nee, ik dacht dat we een kelder hadden, maar misschien kelder. Doorgaan met koken. Wat hebben we nou weer gekookt? Wat is dit dan? Blijkbaar staan er hamburgers op. Wie heeft er hamburgers gemaakt? Ik heb dat niet gedaan, though. But... We hebben nu wel lekkere hamburgertjes. Die zelfs geweldig zijn. Dus we kunnen lekker bordje pakken. Waar is die? Zit lekker op de wc. Wat is er nou weer? Dit beest weet niet wat hij wil. Hij stinkt, hij heeft dorst. Ga gewoon lekker naar binnen. Hooi eten. Goed zo, dankjewel. Helemaal top. Nou, Charnay gaat ook stukken beter. Dus ben ik ook heel erg blij mee. Helemaal super. En hierna gaan we lekker slapen. En morgenochtend, jongens, in een nieuwe aflevering. Weet je wat we dan gaan doen?
Dan gaan wij berichtje checken en gaan we op date met Mark. Oh, en kijken of we baby's kunnen maken. Dat is de challenge voor de volgende aflevering. We gaan een baby maken in 1 aflevering. Ik ben heel erg benieuwd. Vanaf een date. Dat wordt heel intens. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het nog steeds. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer bij Alles Games met een nieuwe video. Bedankt dan voor het kijken en bye bye.